Dit is een van de mooiste Hanzesteden die ik ken. En dat komt niet alleen omdat ik hier woon. Maar Zwolle is ook een mooie Hanzestad. Maar Hasselt is gewoon mooier. Omdat het wat kleiner is. Het is hier gezellig. Maar we moeten wel zorgen dat we het nog gezelliger maken. En aantrekkelijker maken. Het is de leegstand. En het parkeren wat echt de grote dingen zijn. Waardoor je eigenlijk ook het gevoel krijgt dat het een stad is die bezig is om dood te gaan. En dat is echt doodzonde om het zo maar eens te zeggen. Dus dan moeten we vooral omdraaien in andere dingen en anders kijken. Hasselt, bezig om dood te gaan. Het zijn harde woorden van Ad Akkerman. Hij heeft zich als inwoner en ex-zakenman opgeworpen om zijn geliefde Hasselt te redden van de ondergang. Ja, ik kan er zeg maar bijna 's nachts wakker van liggen en denk van... Maar waarom lukt het ons nou nog niet? Verdorie, we moeten aan de gang. Hasselt, je bent het waard. Hasselt is gewoon steengoed. Ellie Felix runt al bijna 40 jaar een winkel in Hasselt. Ze heeft heel wat collega's zien verdwijnen in die tijd. Het is een probleem van alle winkelcentra. Verkoop via internet hou je nou eenmaal niet tegen. En hier in de winkel hebben ze er zelfs nog een beetje profijt van. Maar in Hasselt is meer aan de hand. De markt is in eerste instantie uit het centrum gehaald. En ja, dat is natuurlijk, de sfeer gaat dan weg. De kermis is voor een paar jaar geleden uit het centrum gehaald. Omdat er gewoon geen ruimte meer voor was na renovatie van de kade. En nu is Sinterklaas, de binnenkomst, is ook uit het centrum gehaald. En dat zou zo leuk zijn als het in het centrum bleef. Want dan versterk je ook je ondernemers nog weer. Maar helaas. Het is de afgelopen jaren lastig geweest om ondernemers tot elkaar te brengen. Bij zaken als zondagsrust, parkeerbeleid of het meedoen aan evenementen zijn de winkeliers vaak verdeeld. Als je Hasselt positief benadert en je bent trots op je stad, en dat ben ik zeker, maar ik neem aan heel veel andere mensen ook, want Hasselt is gewoon mooi. En doe er wat voor, laten we met z'n allen wat gaan doen, ook de burgers initiatieven, is gewoon helemaal welkom. Maar nu ligt er dan een plan van alle winkeliers, opgesteld onder leiding van Ad Akkerman. Vijf actiepunten moeten in 2019 het centrum van Hasselt weer gezond maken. Daar hebben ze wel de hulp van de gemeente bij nodig. We gaan het samen aanpakken. Mooi. En schouder aan schouder. Hè? Er zijn geen ingewikkelde punten. De weekmarkt terug in het centrum. Het realiseren van camperplekken. Een beter parkeerbeleid. En daarmee moet de stervende patiënt er snel weer helemaal bovenop kunnen komen, denkt Akkerman. Ja, het is eigenlijk bijna laaghangend fruit en goud wat we in handen hebben. En laten we het vooral doen.